Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van het kanaal van Jeff Movies. En mijn naam is Jeffrey en vandaag heb ik een ander soort video. We gaan het vandaag hebben over mijn brommer. Ik heb namelijk een brommer, dat is een remake van een Honda Ape 50cc. En de echte benaming van mijn brommer is Zenua Ape 50. Het doet er niet zoveel toe. Maar die is een beetje in een slechte staat en ze zijn best kostbaar. En het leek me dus leuk om deze uit elkaar te gaan halen en zeg maar helemaal opnieuw op te bouwen en alles netjes te gaan spuiten. En dat hij er gewoon weer hartstikke gaaf uitziet. Dus waarom laat ik het niet opnemen voor Jeff Movies? Dus de camera staat in de hoek voor leuke timelapsjes en ik ga jullie gewoon een beetje een kijk geven in hoe ik alles ga doen. En ik hoop toch dat het een leuke video wordt. Ik zal het er waarschijnlijk best wel druk mee hebben, want ik heb echt 2 dagen de tijd. Om over 2 dagen weer in elkaar staan, want dan heb ik een meeting voor oldtimers. Dus ga ik waarschijnlijk deze video op doorbouwen en misschien anders plak ik er een andere video aan vast. Maar dat gaat zeker wel wat worden, dus laten we maar gewoon beginnen eerst met de schuur in orde te maken, dat ik hier zo kan beginnen. Het allereerste wat natuurlijk moest gebeuren is alles netjes uit elkaar halen en het motorblok er netjes naast leggen. Zodra alles gedemonteerd was, konden we gaan beginnen met het schoonmaken van het frame. En natuurlijk werd het motorblok ook even goed schoongemaakt. Nadat alles schoongemaakt was, konden we gaan beginnen met het schuren en het spuiten van het frame. Allereerst zijn we natuurlijk begonnen met het spuiten van de allereerste onderlaag. En zodra de allereerste onderlaag erop zat, konden we gaan beginnen met de eerste rode laag erop te leggen. Want ja, hij blijft natuurlijk niet wit. Nou goed, dat was het voor vandaag. Morgen ga ik het verder afmaken, zodat je me achter me kan zien. Zit de eerste grondlaag, of althans de tweede laag erop. We hebben eerst primer erop gedaan natuurlijk en daarna hebben we de rode lak eroverheen gedaan, de eerste laag. En ik ga nu eerst even slapen en dan checken jullie gewoon morgen weer bij de ochtend en dan ga ik dat ding weer verder in elkaar zetten. Ik check jullie morgen. Goedemorgen en dat is weer tijd. Het zonnetje schijnt en ik ga weer verder aan mijn brommer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best moe ben, want ik heb vannacht nog doorgewerkt voor Nick, een artiest waarvoor ik werk. En ik heb allemaal visuals online gezet, ook voor een YouTube kanaal, dus maar goed, we gaan gewoon verder. Nee, zoals je achter me kan zien is die gisteren gedeeltelijk gespoten. We zijn 1 spuitbus vergeten te halen, dus dan moet ik nu aardig even om. Het is zover, ik heb dus nieuwe spuitbussen. Ik heb dat alweer een laag gedaan. We zijn nu een week verder en het zit niet mee, want we hebben hem in elkaar gezet. En er was een mankement, hij wou niet lopen. Nou, dat hebben we zo gevonden door een elektronisch probleem. Kabeltje van de bobine zat niet aansloten. Maar nu kwam het volgende probleem. Mijn lichtspoel doet het niet meer. Oftewel, waar je stroom uit je motorblok vandaan komt om je accu op te laden en je verlichting op te laten lopen. Werkt niet meer. Ja, het is wel jammer dat dit een beetje tegen zit. Ik hoop dat we dit snel in elkaar kunnen zetten. Maar ik hoop toch dat jullie dit een hartstikke leuke video vonden. En ik zou het erg waarderen als je natuurlijk een duimpje omhoog deed. Voor de moeite die ik gedaan heb voor de video. Het is best moeilijk als je elke keer met vuile handen staat. En je elke keer een camera moet vasthouden. Dus dat is wat minder. En natuurlijk als je meer wil zien, kan je abonneren. En dat vind ik super tof als je dat zou doen. En laat ook gewoon een reactie achter met een
ja, met ja, hoe, wat je van deze video vond. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik reageer natuurlijk op elke reactie die ik krijg. Maar goed, ik hoop dat je het een leuke video vond. En ik check jullie gewoon volgende week om 4:30 op dit kanaal. Oh ja, en als er natuurlijk een update komt over deze brommer, dan laat ik het jullie weten op mijn social media, waar jullie me ook op kunnen volgen door de links in de beschrijving te volgen. Ik check jullie later.